taakstraffen geëist voor bestorming noodopvang. Prinses Laurentien leest voor in Maren. En na Japans en Grieks spreekt Nijntje nu ook Spakenburgs. Goedenavond, woensdag 27 januari. Dit is U Vandaag. Op een donkere vrijdagavond in oktober bestormt een groep van zo'n 20 gemaskerde mannen de vluchtelingenopvang in Woerden. Ze gooien met eieren en zwaar vuurwerk en duwen dranghekken omver. De eerste 12 verdachten stonden vandaag voor de rechter. Ja, we praten erover met advocaat Louis de Leon. Zijn kantoor staat 3 verdachten bij. En tegen hen is vandaag een maand voorwaardelijk, een proeftijd van 2 jaar en een werkstraf van 180 uur geëist. Wat vindt u daarvan? Ja, de eis vind ik op zich nog niet zo gek. In de zin dat bij een bewezen verklaring van openlijk geweld een dergelijke eis wel zou passen. Voor mijn cliënt ligt dat even iets anders. Daar gaat u straks uitgebreid over vertellen. Zo is dat. Onze stamgast is de Utrechtse acteur en presentator Edo Brunner. Edo, als jij op de fiets stapt, de binnenstad ingaat, dan erger je je groen en geel. Wat is er aan de hand? Nee, ik begrijp het vooral niet. En ik zou wel niet zo slim zijn, dat kan heel goed. Maar als ik naar het Centraal Station wil, en dan kom ik daar aan. Vroeger was het al niet zo heel pittoresk, maar het was overzichtelijk, helder en duidelijk. Nu kom ik gewoon vanaf het Vredenburg meteen in een soort megalomane fietsenstalling terecht, waar ik echt niet meer weet waar ik hem moet laten. Ik heb plaats moest ik naar de Mediamarkt. Ben ik een half uur aan het zoeken geweest om een fucking fiets te parkeren. Dus heb ik hem maar meegenomen naar de Mediamarkt. In. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling was. Volgens mij niet. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Eerst het nieuws van vandaag even. 180 uur werkstraffen en voorwaardelijke cel. Dat eist justitie dus tegen de mannen die afgelopen oktober de noodopvang in Woerden zouden hebben bestormd. Vandaag was de eerste dag van de rechtszaak. En verslaggever Mark van der Wel was erbij. Mark, wie stonden er vandaag terecht? Ja, de eerste 12 van de in totaal 18 verdachten kwamen vandaag voor de rechter. Ze hebben ze opgedeeld in groepjes van 3. Dus vandaag waren er 4 zeg maar zittingen met even zoveel advocaten per verdachte. Dus een drukke dag op de rechtbank. En waar worden ze van verdacht? Nou, in eerste instantie openlijke geweldpleging. Ze liepen daar naartoe met eieren, met vuurwerkbommen en liepen hard te schreeuwen. Ze hebben dranghekken omvergegooid en er wordt ook ter laste gelegd dat ze hebben bedreigd. 2 beveiligers en natuurlijk al die mensen die daar binnen in die vluchtelingenopvang zaten. Er waren er ook een paar bij die zich niet konden identificeren. Dus ook dat staat op een aantal rechtbankrollen bij de personen achter hun naam. Maar het OM verwijt ze ook dat ze het hebben voorbereid, toch? Ja, dat klopt. Er zijn verschillende WhatsApp-groepen binnen die vriendenkring zeg maar, opgerold. Die hebben ze allemaal uit de telefoons gehaald. Nou ja, dat begint allemaal met plannen voor vreedzame protesten. De spandoeken die we in Montfort hebben gezien, een gesprek met de burgemeester. Maar al snel verruwt het. En dit is wat de officier daaruit voorlas vandaag. Een bakkie eieren mee. Ha, ha, ha. Oorlog dan. De revolutie begint in Montfort, mannen. We gaan sowieso even ons gezicht laten zien. Dat ze weten, die tyfusapen, dat wij degene zijn die hen kapot gaan maken. Ja, wat vinden ze hier nu zelf van, Mark? Nou ja, vandaag zei het gros van de verdachten dat ze het absoluut niet zo gewild hebben. Ze hadden eigenlijk ervan uitgegaan dat ze gewoon daar naar een vreedzaam protest gingen. Pas toen er met vuurwerk gegooid werd, hebben een aantal het op een lopen gezet. Ze zeggen ook allemaal dat ze bij de achterste groep horen. Dus niet de frontlinie die daar echt naar binnen wilde. En ja, ze zeggen dit hadden we gewoon niet gewild. Excuus voor de mensen die daar bang zijn geweest. Maar we wilden wel een punt maken. En ja, dat een aantal verdachten zei dat ook vandaag. Dat ze gewoon echt moeite hebben met de manier waarop Nederland met de vluchtelingenproblematiek omgaat. Oké, dankjewel Mark. En zometeen dus meer over dit onderwerp. Een ernstig ongeluk vanmorgen vroeg in Baarn. Op de Amsterdamse Straatweg, de hoogte van de Marechaussee-kazerne, reed een motorrijder vol in de zijkant van een auto die net aan het keren was. De motorrijder werd door de botsing gelanceerd. Hij lag een kleine 100 meter verderop tegen een boom. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de auto knalden alle zij-airbags uit, dus het moet wel een enorme klap geweest zijn. Het is bijna alsof Roger Federer en Rafael Nadal naar Utrecht komen. Zo moet je het bezoek zien van topschakers Magnus Carlsen, de huidige wereldkampioen, en Anis Giri, Nederlands hoop. Ze streden tegen elkaar in het Tata Steel Chess Tournament, dat nu in Wijk aan Zee is. Maar vandaag was de pot in het Spoorwegmuseum. En er waren ook een hoop jonge fans bij van de denksport. Het is een denksport en ik hou wel van denken. Je moet er veel bij nadenken en ik vind het leuk om waardige tegenstanders te hebben. Ik vind het leuk omdat ik zelf best wel slim ben. En dan vind ik het soms stom als het veel te makkelijk is. Dus dan zoek ik de uitdaging in schaken.
350 schaakkampioenen in spe nemen het tegen elkaar op in het Spoorwegmuseum. Het gaat er fanatiek aan toe. Toen sloeg hij mijn koningin. Maar toen, gelukkig, sloeg ik zijn koningin daarna weer, waardoor ik weer voor stond. En toen kon ik mooi met mijn paard, kon ik hem schaak zetten, oftewel een dubbele aanval. En dan tegelijkertijd zijn toren aanvallen, waardoor ik zijn toren kon pakken. Dat klinkt ingewikkeld. Dat valt eigenlijk wel mee als je de regels maar goed kent. Sinds ik het eenmaal heb geleerd, dan ik vind het nu wel makkelijk. In een andere ruimte van het museum is de sfeer een stuk minder luchtig. Daar spelen de grootmeesters tegen elkaar. Tussen de treinen gaat het spel op wereldniveau van start. Maar ze laten zich niet afleiden door de omgeving. Binnen een minuut of 5 of 10, dan zitten ze in de partij. En dan maakt het niet uit waar je zit. Al zit je op een berg of al zit je in een grot onder de grond. Het Tata Steel Chess toernooi wordt dit jaar voor de 78ste keer gehouden. Het is een belangrijk toernooi in de schaakwereld. Er doen ongeveer 2000 schakers mee uit alle continenten. Dus dat is op zich al bijzonder. Maar wat er dan ook nog de combinatie is, dat ook de absolute wereldtop doet daarin mee. Deze partij kan wel uren duren. De potjes van de jonge schaakmeesters in de hal zijn veel korter, maar aan sportiviteit geen gebrek. Ik wil natuurlijk wel winnen. Ik wil natuurlijk wel hoog eindigen. Maar als ik verlies, respecteer ik dat ook wel. Want dan is hij gewoon beter. Ik heb er alles dan aan gedaan om proberen te winnen. Alleen, ja, soms lukt dat niet. Nou, en er heeft ook niemand gewonnen in de partij tussen Giri en Carlsen. Die eindigde in een remise. En het toernooi duurt nog tot en met zondag. De nationale voorleesdagen zijn van start gegaan. En dat begint traditiegetrouw met bekende Nederlanders die op school komen voorlezen. Nou, dan mag prinses Laurentien natuurlijk niet ontbreken als ambassadeur van lezen en schrijven. Ze kwam naar basisschool De Ladder in Maarn, waar ze zelfs een bibliotheek hebben. Keuze genoeg uit de planken vol met boeken van deze school. Maar dit jaar staat deze centraal. Geitje bij! Geitje bij! Mick gaat er voor het eerst naartoe. Prinses Laurentien probeert de kleuters mee te nemen in het verhaal. Dat is haar wel toevertrouwd, want voorlezen op scholen doet ze al heel wat jaren. Het belangrijkste met voorlezen is dat het echt is. En het is niet een toneelstukje. Het gaat heel erg over de verbintenis die je aangaat met degene met wie je voorleest. Maak er een gesprekje van, maak het leuk, maak het luchtig. Maak het fijn, maak het gezellig. Dat is eigenlijk waar voorlezen over gaat. Er komt natuurlijk niet iedere dag een koninklijke hoogheid op visite. Een paar leerlingen mogen buiten het oog van de camera vragen stellen aan de prinses. We zaten op bank en dan niet om haar heen, maar gewoon in een rij. En wat ben je te weten gekomen over de prinses? Waar ze leest, dat ze een bibliotheek heeft en dat ze al wat boeken heeft geschreven. Veel tijd om na te praten is er niet. Nog even wuiven en dan gaat ze weer. Ach, en dat lezen belangrijk is, hoeft de prinses ook eigenlijk niet te vertellen aan deze school met een eigen bieb. En de voorleesdagen duren nog tot en met volgende week zaterdag. Ze is al 92, maar tot voor kort droomde ze nog steeds over haar vader die nooit terugkwam uit een concentratiekamp. De hoogbejaarde Tonnie Geelhoed heeft nooit afscheid kunnen nemen. Vandaag, op Holocaustdag, was ze in Amersfoort. Want daar zijn de brieven uit kamp Amersfoort van haar vader tentoongesteld. Verzetsman Nico Peters. Lieve dikke schat. Engel, wat vond ik het mieters dat ik je weer eens een zoen kon geven. En je met eigen ogen kon aanschouwen. Het klapzoenen ben je nog steeds niet verleerd. Hoe is het mogelijk? Mams en ik zitten nu heel knus samen om de tafel te schrijven naar jou. Ja, god, ik was gek op die man. Het was ook zo'n lieve man eigenlijk. Het was echt de vader. In februari 1942 wordt Nico Peters opgepakt door de SD, de Sicherheitsdienst. Het was zo'n idealist en een antifascist. En het precieze werk, dat daar werd ik ook niet in gekend, dus ik moest wel eens iets voor hem wegbrengen. We hadden een onderduiker nog in huis en daar werkte hij samen mee. De ontmoeting waar Tonnie in haar brief over spreekt is de laatste keer dat ze haar vader ziet. Hij overlijdt in Dachau, 3 jaar na zijn arrestatie. En de onzekerheid, dat vind ik het ergste. Je weet niet waar je aan toe bent. Er is nooit een proces. Je kan niet aftellen en... Lieve vrouw en kinderen, uw brief van 6 augustus heb ik een goede gezondheid ontvangen.
Met mijn zenuwen gaat het steeds beter. Wel heb ik andere kleine ongemakken die wel eens voor kunnen komen. De brieven die Tonnie's vader schreef uit kamp Amersfoort en de andere gevangenissen en kampen waar hij al die jaren zat, zijn nu te zien in de bibliotheek in Amersfoort. Ze maken deel uit van de reizende expositie Post uit de Vergetelheid. En daar is dochter Tonnie blij mee. Ik vind het ook een hommage aan mijn vader, want er is zo weinig aandacht aan besteed. Na de oorlog moet iedereen snel door. Door met leven en opbouwen. Maar vandaag, op Holocaustdag, mag stilstaan weer. Dat doet de 92-jarige Tonnie nog altijd. Dat spookt heel later door in je dromen. Dat ik zo kwaad ben. Want dan komt hij thuis en dan ben ik kwaad. Dat hij nooit heeft iets laten horen. Wacht eerst maar eens tot die vervloekte oorlog is afgelopen. Wat zal dat een feest zijn als er gebeld wordt en jij de trap op komt rennen. Dag lieverd, een heel regiment klapzoenen van zwaar kaliber. En heel veel liefs van je dochtertje Tonnie. De expositie Post uit de Vergetelheid is nog tot eind februari in Amersfoort. We gaan naar de bank. Ja, want vandaag stonden de eerste 12 verdachten dus voor de rechter voor het bestormen van de vluchtelingenopvang in Woerden ruim 3 maanden geleden. Ze waren gemaskerd en gooiden met eieren en vuurwerk. De 150 vluchtelingen in de sporthal waren doodsbang. We praten erover met advocaat Louis de Leon. Zijn kantoor vertegenwoordigt 3 verdachten. En onze stamgast is de Utrechtse acteur Edo Brunner. Edo, we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw mening zometeen. Maar meneer de Leon, de 3 verdachten, u heeft eentje zelf vertegenwoordigd vandaag, de andere 2 dus via het kantoor. Ja. Hebben ze spijt? Ja, op zich hebben ze natuurlijk spijt. Wat daar gebeurd is, dat was in ieder geval niet de bedoeling van onze cliënten, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat het uit de hand zou lopen. Dat het uit de hand gelopen is, dat is duidelijk. Laten we ook eventjes teruggaan naar die bewuste vrijdagavond in oktober. Het is vrijdagavond 9 oktober rond 10:30... als een groep mannen met bivakmutsen op sporthal Snellepoort in Woerden bestormt. In de noodopvang voor vluchtelingen verblijven op dat moment 150 asielzoekers, onder wie 50 kinderen. De mannen gooien vuurwerkbommen en eieren en duwen hekken omver. Ook roepen ze teksten als oprotten. Ze proberen de sporthal binnen te dringen, maar dat mislukt. Landelijk wordt verontwaardigd op de bestorming gereageerd. Premier Rutte bezoekt de noodopvang een dag later. Burgemeester Molkenboer van Woerden zegt dat de gecoördineerde aanval traumatisch voor de aanwezige vluchtelingen is geweest. Hij neemt uiteindelijk maatregelen om de opvang te beschermen. Ja, 3 verdachten dus. Wat zijn het precies voor jongens? Ja, gewoon normale mensen. Doorsnee. Maar normale mensen... Een man, een schilder... Ja, niks bijzonders verder. Maar normale mensen die bestormen waarschijnlijk geen vluchtelingenopvang met vuurwerk en eieren. Jonge lui die niet van plan waren om de boel uit de hand te laten lopen. Die in ieder geval een woord van protest hebben willen laten horen. En daar niet bedreven in zijn geweest. Want u zegt net, ze hebben spijt dat het uit de hand is gelopen. Maar hebben ze überhaupt spijt over... dat ze het hebben gedaan, dat ze het initiatief hebben gehad. Ja, achteraf wel. Maar dat beklijft nadat het is gebeurd. En dan begint men pas na te denken. Er is eigenlijk gewoon niet goed over nagedacht. Wat wordt hen specifiek ten laste gelegd? Mijn cliënt is ten laste gelegd het plegen van openlijk geweld. Het bedreigen van bewakingspersoneel... en de mensen die in de sporthal aanwezig waren, asielzoekers, laat ik het zo zeggen. En als laatste feit op de dagvaarding is terechtgekomen dat je geen geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Laten we even inzoomen op uw cliënt, degene die u het beste kent. En we gaan terug naar die bewuste avond. Wat zegt hij dat hij precies heeft gedaan? Ja, hij is meegegaan richting Woerden. En hij heeft zich eigenlijk min of meer laten verrassen. Het was de bedoeling om daar te protesteren. De officier van justitie zegt van ja, dat doe je in de regel niet om 10:30 op zaterdag of vrijdagavond in het donker. Met zwaar vuurwerk en eieren. Met zwaar vuurwerk, eieren en een capuchon op je hoofd of een bivakmuts. Nou, volgens mij is dat niet helemaal hoe het is gegaan. Maar ze zijn er wel naartoe gegaan. Er waren inderdaad... Hoe is het dan gegaan volgens u? Nou, laat ik het zo zeggen. Dat mensen een capuchon op hebben als het koud is,
is natuurlijk op zich niet zo raar. Maar we hebben het over een gecoördineerde aanval. Hoe verklaart u die appjes dan? Ja, dat heeft even met de capuchon of met de maskers, waarvan men zegt dat die er waren. Maar goed, u zegt het was een koude vrijdagavond. Ze deden hun capuchon op. Ja, ze zouden ook honger krijgen? Dat ze eitjes meenamen? Dat iedereen zwarte kleding aan had. Ja, in het donker is alles natuurlijk ook donker. Hè? Er zat één verdachte bij die zei van ja, kom kijken bij mij in de kledingkast. En wat ik draag doorgaans, dat is donker. Ik heb daar geen speciale gedachten bij gehad. Edo, als jij dit zo hoort. Ja, maar dit is natuurlijk meneer's werk, denk ik ook, om een soort van rookgordijn op te gooien. Zo van, het heeft allemaal met donkere kleren en dit soort dingen te maken. En de capuchons, dit en dat. En dat zal wel. Maar ik denk wel bij mezelf, kom op. Weet je, wat jij ook al aangeeft, ze hebben eieren mee. Ze hebben erover nagedacht, er is over gecommuniceerd. Die jongens hebben rottigheid uitgehaald. En of het de bedoeling was of niet, het is wel gebeurd. Want dat zegt justitie vandaag, hè? Drie bladden eieren, met dus 60 eieren hadden ze meegenomen. 60. Nou, dan ben je daar drie bladden. Dan ben je daar met, ja, volgens de overlevering en de stukken, iets van 25 of 30 man. Nou, niet iedereen had eieren bij zich. Er zijn ook mensen die hebben helemaal geen eieren gezien. Maar hebben ze verklaard waarom ze ze bij zich hadden? Ze gingen die picknicken, nou, toch? In ieder geval heb ik geen cliënt bijgestaan die ze bij zich had. En die kunnen er ook voor de rest niets over verklaren vanwege het simpele feit dat ze ze niet eens hebben gezien. Maar laten we dan even naar uw cliënt gaan. Hè? Ja. Want we hoorden net al eventjes, er was een WhatsApp-groep waarbij die groep onderling communiceerde. En uw cliënt, ik lees het even voor, refereerde daarin naar vluchtelingen als vies, vuil, hoerenvolk. Ja. Wat vindt hij daar nu van? Ja, laat ik het zo zeggen. In het kader van het openlijk geweld is dit een onderdeel wat daar natuurlijk niet bij hoort. Normaal gesproken blijft dit privé. En achteraf krijgt hij dit natuurlijk op deze manier om zijn oren. Wat vindt hij daar zelf van? Hij heeft er spijt van als haar op zijn hoofd. Dit is in de appgroep gezegd. En wat je gezegd hebt, dat kun je niet meer terugnemen. Maar het was niet zijn intentie, niet zijn bedoeling. Dat het eigenlijk hele gewone mensen zijn. Ja. Maar de meeste hele gewone mensen, die waren daar niet. Of die zijn er überhaupt niet, zeg maar, op dit soort en op die manier. Dus dan denk ik van, maar waar is er dan iets misgegaan? Is dat op de lagere school gebeurd? Waar ze niet hebben geleerd dat als je een mening hebt, dat je die ook met je woorden kan uitdrukken? Het zijn geen ervaringsdeskundigen die hun protest neerleggen op de bestemde plek. Maar waar is het dan dat zij zo ontsporen, terwijl heel veel gewone mensen, waarvan u zegt dat zij ook, waar zij ook toe behoren, die doen dan niet? Nee, er is toch ergens iets gebeurd waardoor zij zo over de schreef zijn gegaan? Ja, nou ja, ik denk dat social media aan zich daar al een rol in speelt. Vroeger had je natuurlijk dat soort communicatiemiddelen veel minder. Wat je ziet op dit moment in zijn algemeenheid, dat is dat er binnen de bevolking in Nederland er toch een beweging valt te constateren die zich verzet tegen de komst van asielzoekers. En of dat terecht is of niet, maar het speelt wel. Maar goed, dan heb je ook nog manieren en manieren. Ja, klopt, maar maar even teruggaan, want u geeft toe dat dit is gezegd in die WhatsApp-groep. Want dat is ook dat is bewezen. Maar toch gaat u voor vrijspraak. Hoeveel kans denkt u dat u maakt? Nou ja, kijk, het openlijk geweld, dat ziet erop dat je moet kijken wat is er op, uit mijn hoofd, 9 oktober, vrijdagavond, precies gebeurd. En openlijk geweld, het woord zegt het al, het moet voor een ieder waarneembaar zijn. En wat ervoor gebeurd is, of de dagen ervoor zelfs, dat men ideeën heeft, de revue heeft laten passeren en gewhatsappt is, dat heeft zich allemaal onttrokken aan een ieders zicht. Met andere woorden, niet iedereen heeft het gezien, dus denkt u dat er wel een mogelijkheid is op vrijspraak? Wat mij betreft moet er een knip gemaakt worden in datgene wat daarvoor gebeurd is en datgene wat daarna is gebeurd. En wat daarna is gebeurd, dat is de thesis after the eating. In de zin van, men staat daar en vervolgens loopt het uit de hand. Had je het dan kunnen voorspellen dat het uit de hand liep? Nou, u en ik misschien wel. Zij, althans mijn cliënten, die hebben daar in ieder geval een ander beeld bij gehad. En over 2 weken, dan weten we wat de rechter daarvan vindt. En dat blijven we natuurlijk in de gaten houden. Ja, uiteraard. Edo, ja. Jij maakt je druk over misschien kleinere dingen. Maar ja, ook wel over. Je kunt je er toch wel degelijk heel druk over maken. Want als jij met de fiets de stad ingaat, dan parkeer je hem niet, want je kunt geen plek vinden. En je neemt hem mee de winkels in. Ja.
Zo doe ik dat. Als protest. Zo rol je. Ja, stil protest tegen de gemeente Utrecht. Die weer eens wederom een totaal belachelijk idee erop nahoudt. Over waar we onze fietsen moeten laten. Want het kan bijna niet. Meneer De Leon, u heeft zelfs kantoorfietsen in de binnenstad. Ook last met het, van het vinden van een parkeerplekje? Nou, bij de rechtbank hebben we plek zat. Ja. Maar voor het overige is het inderdaad altijd maar even goed zoeken. Want ja, er zijn veel fietsen in Utrecht. Serieus, slordig 10 jaar geleden was het toch helemaal dat probleem niet? Maar Edo, wacht even. Laten we eerst eventjes de binnenstad ingaan. Ja. Want we merken het bij jullie beiden. Bij de ene wat sterker dan bij de ander. Hoe zit het bij andere Utrechters? Laten we even kijken. Ja, ga je ermee. De fietsenstalling bij het Smakkelaarsveld staat overvol. Fietsen puilen uit de rekken en een plekje vinden blijkt vooral in de ochtend erg lastig. 3 keer elk gangpad op en neer lopen is dan ook niet zeldzaam. Het is weer behoorlijk vol, dus ook 's ochtends al is wel te merken dat het redelijk druk is. Vooral tijdens de spits is het heel lastig om je fiets überhaupt kwijt te kunnen. Maar ja, ik doe mijn best. Ik probeer hem altijd ergens daar bovenin te zetten, dat hij niet beschadigt en ja, dat hij een goed plekje heeft. Het is best wel vrij lastig om hier je fiets neer te kunnen zetten. Het staat best wel vol altijd. En dus ik heb mijn eigen plekje tegen een boom aan en zet ik hem wat vast aan die boom. Dus zo doe ik dat. Ik zoek niet eens echt meer voor een plek eigenlijk. Maar voor hem en vele anderen betekent dit busje slecht nieuws. Plek of geen plek, wie zijn fiets niet in de rekken parkeert, is hem voorlopig kwijt. Ja, die ken ik ook wel, ja. Ja, dus probeer hem vooral wel in de rekken te zetten. Ja, nee. Maar Edo, er wordt nu kaart gewerkt aan de grootste fietsenstalling ter wereld. Dus het is ook een noem het een tussenfase. Kun je niet gewoon even rustig wachten tot dat ding af is? Maar wat denk je dat daar in die grootste fietsenstalling ter wereld gaat gebeuren? Dan krijg je dit, wat we net zagen, maar dan onder de grond of erboven. Dan kom je nog je fiets niet kwijt. Wat moet er dan gebeuren? Nou ja, ik heb geen idee. Hoezo maar ik denk, niet? Er zijn dan 12.000 plaatsen. Heb je toch plek zat voor je fiets? Ik weet niet hoeveel er nu staan. Ik weet niet of iemand dat weet. Maar volgens mij maakt het echt geen kont uit. En ik denk bij mezelf, ja, weet je, die fiets. Vroeger, nou, wat ik net al zei, weet je, 10 jaar geleden. Was het die ook poppen? Ja. Maar op een of andere gekke manier uit. Toen altijd wel een plekje kunnen vinden. En nu niet. Ik hoop voor je dat gewoon als de grote stalling klaar is, dat je gewoon een mooi plekje vindt voor je fiets. Ik vind het ook een mooi beeld dat je een stad hebt. We horen bij de 4 grootste steden van het land. Dat is toch prachtig? Daar wij gewoon rond het station overal fietsen kunnen neerzetten. Tegen lantaarnpalen, heggen, schuttingen en noem het maar op. Dat je denkt, ja, zo leven mensen. En niet alles op een rijtje netjes in. 2 hoog, daar wordt het 3 hoog. Zie jij al het nieuwe stationsgebied niet eens meer door de fietsen. Goed, we gaan het over iets leuks hebben. Iets waar je heel blij van wordt en niet zo hard. Nou, ik weet dat hij hier helemaal niet blij van wordt. Jawel. Die Nijntje in het Spakenburg. Wat dan? Dat vind jij onzin. Oh, ja. Nou ja, weet je, ik vind voor kinderen mag alles. Maar. Nee. Ik denk van, ja, moeten we nou ook nog dat willen dat die kinderen in een lelijk dialect leren praten. Oh, nu maak je veel mensen boos met Spakenburgs. Ja. Want de avonturen van Nijntje, nou, die zijn al vertaald in heel veel talen en dialecten. Het Utrechts bestaat al. En nu komt er ook, Edo, wat komt erbij? Ja. Het Spakenburgs. Juist. Ja. Ootje en Groos, kijk er maar mee. Onze taal. Juist, ja. Dialect. In Bunschoten-Spakenburg zijn ze gek op hun eigen taal. Vandaar dat het wereldberoemde boek van Nijntje binnenkort ook in het Spakenburgs te verkrijgen is. En Ootje Pluis en Groofje Pluis, die stongen voor het huis. Het boek Opa en Oma Pluis is al in verschillende dialecten vertaald. Maar nog niet in het Spakenburgs. Ondernemer Wim van de Geest vond het hoog tijd dat er nu een Spakenburgse vertaling komt. Ruim een jaar lang is hij bezig met de voorbereidingen. Er gaat behoorlijk wat aan vooraf. Je moet het zo zien dat de naam Nijntje in het boekje behouden moet blijven. Er mag niets veranderen aan wat dat betreft aan de tekst. En als je dan een dialect hebt, dan moeten bepaalde woorden wel blijven rijmen. En dat is best een hele klus. Begin deze week maakt Wim wereldkundig dat de vertaling binnenkort verkrijgbaar is. Sinds die aankondiging stromen de reserveringen binnen. Als je even niet op je telefoon kijkt en je kijkt even later, dan zit hij weer vol met berichtjes en reserveringen. En ja, ik ga maar gewoon 's avonds zitten en mijn vrouw noteert alle reserveringen vanuit Facebook. En zodoende blijven we gewoon met beide benen op de grond. De Spakenburgers staan dus in de rij voor Nijntje. Ik heb er al 2 besteld, sowieso voor mijn kleinkinderen. Hartstikke leuk. Het dialect blijft altijd heel lang er nog in zitten, zeg maar. En dat vind ik op zich niet erg.
Alleen ze moeten wel weten dat er echt een echt dialect was. Echt eigenlijk een soort andere taal, toch wel. De eerste oplage telt 1500 exemplaren. En hoewel Wim dik tevreden is over het resultaat, heeft hij wel één concessie moeten doen om het boek uit te mogen brengen. Ik heb in het begin geweldig geprobeerd om Groof en Ootje zeg maar, in de klederdracht te krijgen. Dat zijn regels wat we respecteren, net zoals in de tekst, zeg maar, Nijntje Nijn blijft. Mag er aan de tekening ook niets veranderen. In april is het verkrijgbaar. We gaan naar het weer. Ja, want vanavond regent het, later wordt het bijna overal droog. En de wind draait naar het noordwesten en het koelt dan af tot een graad of 5. Morgen ruimte voor de zon bij maximaal 9 graden. De dagen daarna is het gedaan met de zon en is het bewolkt. En in het weekend gaat het regenen bij een graad of 10. En de weerfoto is vandaag van Karel Bangma. Hij legde deze krokussen vast in Bunnik, maar wel in de regen. Heeft u ook een mooie foto? Mail hem dan naar weerfoto@rtvutrecht.nl. En onze gasten waren Louis de Leon en Edo Brunner. We hadden het over de rechtszaak, over de bestorming van de vluchtelingenopvang in Woerden en over het fietsen in Utrecht. Dank voor jullie komst. Tot zover deze uur vandaag. Kijk er voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op de app. En morgen, dan zijn we er gewoon weer. Heel graag. Tot dan. Nog een fijne avond. Dag.